Goedemorgen, woensdag 24 oktober 2018. En vandaag ga ik vloggen met mezelf. Ik ben Suus van Vraag het Suus. En een ieder die in beeld loopt. Ja, dat zeg ik er tegenwoordig bij, want niet iedereen kun je om toestemming vragen. Ik ga zo even iets regelen en dan moeten jullie eens opletten wat de reactie van de hond is. Oh ja, en er is nog iemand wakker. Ik geloof dat die een beetje uit zijn doen is, doordat er een hond rondrent. Dat is namelijk deze. En die zit lekker in zijn ratje. Hey, Pixeltje. Hallo. Kijk eens. Nou, Pixel denkt, zoek het uit. Ik ga niks eten vandaag, want die zwarte ligt hier voor bij een hok. En dat vind ik drie keer niks. Nee. Vandaag krijg je weer een schone wc-bak, want het is woensdag. Ja. Hij gaat aan de wandel. Nou, veel plezier met rennen. Met dank aan Bianca van... Hoi, ik ben Bianca, heb ik nu mijn telefoon aan het niezen. Die is verkouden, briljant. En Luca had in het begin zoiets van, wat gebeurt er hier? En nu kreeg je een hele kleine reactie van, huh? Maar in het begin was het echt veel meer. Goed, ik werd natuurlijk ook best wel veel geëpt. Het is inmiddels 9 uur. Ik ben laat. Nou ja, laat niet. De hond is al uit geweest. Het heeft al geregend. Dus dat is heel fijn met een labrador. Ze worden echt hartstikke nat en niet goed droog. Dus ik heb de kachel aangezet. En hij gaat straks lekker in de gang tegen de kachel aan liggen. In de hoop dat hij gauw weer opdroogt. Ik ga zo naar de bibliotheek. Ik ga als het goed is kringlopen vandaag. En ik ga een kookvideo opnemen voor Helemaal Ronald. Dus... ik heb weer een drukke dag. Nou, we gaan aan de bak. Later. Tijd om de ingrediënten te gaan halen voor het gerecht. En ik maak net als Ronald een streekgerecht. Tenminste, het is niet echt een streekgerecht in de zin van iedereen eet het hier. Maar het is wel een gerecht met een product hier uit de streek. Ja. Nou, welk dat product dat is, ja, dan moet je maar de video gaan kijken. En ik beloof, ik zal hem ook hier plaatsen, TZT. Maar eerst bij Ronald en dan daarna pas bij mij. Nou, ik ga even naar Deen wandelen. Nou, die route kennen jullie, dat doe ik niet meer. Niet vandaag in elk geval. Net even de intro opgenomen voor Helemaal Ronald, voor het recept dat ik ga maken. En ik kan je echt nog niet zeggen wat het is, maar er zit zuurkool in. Laten we het daarop houden. En ik ga eens eventjes kijken of er boven iemand wakker is, want we zouden gaan kringlopen. Ik
wil eigenlijk toch wel gewoon weg nu. Dus ik ga eens even kijken of die wakker is. Nou, we zijn een hele poos op stap geweest naar de kringloop. Uiteindelijk heb ik wel wat leuks gevonden, maar dat zien jullie pas met kerst. Timo die had een cassette recorder ding meegenomen en stond op getest. Niet aan de praat te krijgen, dus die is nu helaas de grijze bak ingegaan. Hij heeft er al wat onderdelen uitgehaald waar hij wat mee kan. Ja. Ben bij de Biep geweest, we hebben een winterbalm onder de auto. Dus al met al een druk besteden dag. En nu gaat mijn telefoon niezen. Net als van Bianca is die verkouden blijkbaar. Nee, er zit een appje op, maar dacht dat ik hem eraf geflikkerd had al. Ik ga nu even naar de Deen wandelen, want ik kwam erachter dat ik geen jus heb. En in die rode pan staat inmiddels hutspot voor Timo en mij. Marijn is de enige die zuurkool eet hier. Dus nou ja, wat ik met die zuurkool ga doen, ja, dat is een verrassing. Nou, inmiddels heb ik al lekker gelopen met Luca. Het is inmiddels gaan motregenen, dus dat is niet zo handig met een labradoodle. Ja, daarom zit hij nu ook eventjes buiten. Vindt hij niet zo leuk, maar ik moet even handdoeken van boven halen. Kan ik hem even lekker droog wrijven. Of tenminste, droger wrijven. En ik heb dat boek op Biep opgehaald. Daar ben ik gelijk mee begonnen. Deel 1 van de serie. Lees toch lekkerder dan dat je deel 1 gelezen hebt meestal. Ja, en wat ben ik verder aan het doen? Nou, ik heb vooral dus gekookt vandaag. Want die kookvideo heb ik gemaakt vandaag. En ik heb gekookt gewoon voor ons zelf. Hutspot was ook wel lekker. Niet heel veel, heel moeilijk. Maar ja, ik ben er toch weer een poos mee bezig. Nou ja, winterbandjes eronder gedaan. Ik ben nu aan het wachten op het pakketje van de postbode. Van de ANWB, want daar moet ik van het weekend nog wat mee doen. Dus ik ben heel benieuwd. Nou, de deurbel ging net. Het pakketje is er. En ik ga jullie even mee laten zien. Ik moet even de camera neerzetten. Dat jullie het ook kunnen zien natuurlijk. Kijk, dit is het pakket. Het is hartstikke groot. Dat had ik inmiddels vernomen. Ik ga even een mes pakken, dan kan ik het ook openmaken. Zo. Zo. Tada. Wat zit daarin? Nou, in deze hele grote doos zit namelijk een brief van de ANWB. Want ik ga iets doen. Daar heb ik dit bij nodig. En die. En in de vlog van zaterdag kun je zien wat ik ga doen. Ik zal de briefjes even lezen. Dus zaterdagavond ga ik iets doen. Als ik terugkom uit Zwolle, dan ga ik iets doen. Maar wat? Tja. Dat is voor jou nog even een vraag. Voor mij, je weet, zijn meer vloggers die het gaan doen. Dus ik zou eens goed de vlogs in de gaten houden van een aantal anderen ook. Dan kom je er snel genoeg achter. Zo, ik heb natuurlijk net die video opgenomen voor Ronald. Die ga ik nu gauw editen en naar hem toesturen. Want dan kan hij hem ook gaan plaatsen. Dus ik ga even naar boven. De telefoon laat ik bewust even beneden. Want dan kan ik even ongestoord editen. Maar dat staat op dit schijfje. Ik heb alles op één camera gedaan vandaag. Dus ik ga deze er even uitvissen. En dan zie ik jullie later terug. Nou, inmiddels de haren al los. En ja, ik heb al een poosje in bed gelegen. Want ik moest even wachten tot mijn computer klaar was. En nu is het tijd om echt te gaan slapen. Ik ben al in slaap gevallen. Dus volgens mij ben ik aan toe. Luca is lekker uit geweest met Marijn. En het is nu... 11:30, bijna 11:45 al. Dus tijd om te gaan slapen. Goed. Ik zie jullie morgen in een nieuwe vlog. Of in een nieuwe video. Ik weet niet wat er morgen online. We zien het wel. Ik denk een vlog. Ja, morgen komt er nog een vlog. En dan zie ik jullie daarin terug. Dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat je het ook wel leuk vond. Ik heb geen idee hoeveel ik gefilmd heb. In elk geval helemaal niks in de kringloop. Het was zo al een barstens druk. Dat was echt niet normaal. Eén kringloop zijn we zelfs uitgegaan omdat het gewoon te druk was. Je werd alleen maar tegen je aangelopen. Nou, daar hou ik helemaal niet van. Dus we zijn weggegaan. Nogmaals, dankjewel voor het kijken. Kijk je dit naar 's morgens, dan een hele fijne dag. En kijk je dit 's avonds, dan slaap lekker. Heb mooie dromen. Die ga ik nu hebben. Doeg.